Kunstfactorij in Bennekom organiseert deze hele maand augustus het Kunstfestival voor Kinderen. En wij namen er een kijkje. Welkom bij Mooi Zo. Het Kunstfestival voor Kinderen in Bennekom. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, normaal gesproken, als er geen corona is, dan is het Kunstfestival een dag waarop we heel veel workshops geven, gratis voor kinderen. En alle workshops zijn in principe geïnspireerd op een bekende kunstenaar of een stroming of een stijl. En lokale kunstenaars geven de workshops. Die verzinnen daar iets mee en die laten kinderen op die dag lekker creatief aan de gang gaan met een bepaalde kunstenaar. Maar ja, helaas, vorig jaar is het niet gelukt in verband met de coronamaatregelen. Toen hebben we dus een creatief cadeaupakket gemaakt voor alle schoolkinderen in Bennekom, ruim 1600. Dit jaar was ik er eigenlijk van overtuigd dat het zou lukken. 28 augustus wilde ik heel graag weer een festival geven. Maar ja, in overleg met de gemeente zijn we toch tot de conclusie gekomen dat het niet lukt. Dus we hebben nu weer een alternatieve versie. En dat betekent in plaats van één dag heel veel workshops, hebben we nu heel veel dagen één workshop. En dat hebben we dus nu vandaag. Een workshop van Mathies. En die geven we 4 keer op een dag. 4 keer een uur. Dus ja, en dan leren kinderen iets over Mathies. En ze gaan iets maken in de stijl van Mathies. En het is iedere keer een andere kunstenaar die jullie centraal stellen. Ja, we hebben elke dag, dus elke woensdag, elke donderdag en elke zaterdag een nieuwe workshop. Dus een nieuwe kunstenaar die in de belangstelling staat. En dat hebben we hier wat voorbeelden van. Bijvoorbeeld, we hebben geschilderd in de stijl van Mondriaan. Nou, dat doen we dan lekker op een oude LP. Ja, draai me zo om. Ja, we hebben heel veel LP's gekregen. Dat komt van een tweedehands platenwinkel die dus partijen opkoopt. Ja, en tante Leen en alle 13 goed, die hoeft hij niet te hebben. En ook als er een kras op zit, dan gaan ze weg. Wij gebruiken die weer heel graag in het kader van duurzaamheid. Want we kunnen natuurlijk op mooie doeken gaan schilderen van een groot winkelbedrijf. Maar waarom zouden we dat niet lekker op oude LP's doen als we die LP's toch al lang hebben? En dat is, vind ik zelf, een hele leuke manier om om te gaan met restmateriaal, waardevol restmateriaal. En we kunnen op dezelfde LP's bijvoorbeeld ook heel mooi zelf gaan schilderen en daarna een collage van maken. Dus dat is ook een workshop die we hier aangeboden hebben. We hebben bijvoorbeeld gewerkt met de letters van Paul Klee. Dan mochten kinderen een raster maken, een tekst erin schrijven. En op die manier dus zelf een kunstwerk maken in de stijl van Paul Klee. We hebben gewerkt met de frottagetechniek van Max Ernst. Dan kregen de kinderen, mochten ze eerst een achtergrond maken met verf. Mochten ze zelf de kleuren kiezen en afdrukken. En daarna gingen ze dus frottage, dat betekent wrijving, gingen ze dus op bewerkte ondergronden zelf met potlood krassen. Nou, net als dat je vroeger zeg maar een euro of een gulden zo ging krassen. Mochten ze dus zelf een dier maken of wat dan ook, wat ze zelf leuk vonden. Bestaande uit verschillende ondergronden. Morgen gaan we met de kleintjes, want we hebben ook speciale peuter- en ouderochtenden. Gaan we een kastje verven. Ook daarin mogen ze dan weer met collage werken. Dit is meer, ja, voor de peuters is het meer dus de beleving om lekker met verf bezig te zijn. En ook dan weer een collage te verzinnen. Wat we afgelopen zaterdag hier hebben gedaan, dat was echt weer een superleuke workshop. Dit is geïnspireerd op de kunstenaar Stefan Daniel Lazurescu. Een Roemeense kunstenaar, ik ken hem alleen van Facebook, maar ik vind hem helemaal geweldig. En deze werken gaan over balans. En hier hebben we inderdaad Superman gemaakt met een capeje om. Dus de kinderen mogen dan één poppetje uitkiezen. Ze hebben verder een schaal met van alles en nog wat. Ook dit is eigenlijk weer in het kader van duurzaamheid. Dit zijn restmaterialen die eigenlijk overal rondslingeren. Hè? Een paar strijkkraaltjes en een ander kraaltje en nog wat glittertjes. En we hebben dit in dit geval oude cd's gebruikt. En blokjes uit de blokkendoos van de kringloop. En ook op die manier maken we dan weer heel leuk kunstwerk. Het is, ja, fijne motoriek, verbeelden, creativiteit, er komt van alles bij kijken. Bij de workshops in dit geval mogen ouders ook meedoen. En soms zijn de ouders nog langer bezig dan de kinderen. Het zijn steeds heel beroemde kunstenaars die jij als inspiratie gebruikt. Nou, het gaat erom dat kinderen ook een stukje beleving van kunst mee krijgen, maar ook een stukje bekendheid met kunst. Nou, en dan is het inderdaad, zijn dit vrij uitzonderlijk of specifieke gevallen. En dat is natuurlijk leuk
Want de kans dat ze nog eens een keer ergens iets van mondiaan tegenkomen is natuurlijk best groot. Dat ze dan meteen de link leggen. Oh jee, daar heb ik ook mee gewerkt. Hè? En dat geldt ook voor Matisse. Maar goed, een kunstenaar als Steven Daniel Lazurescu is eigenlijk een hele onbekende kunstenaar. Maar ook dat kan een heel leuk voorbeeld zijn. Hè? Dat gaat er toch om hoe ze uiteindelijk ermee omgaan. Deze ochtend is dus Henri Matisse de inspiratie van het jonge talent. Omdat hij niet staand kon werken, is hij begonnen met knipsels te maken. Dat was geverfd papier, wat eerst voorbewerkt was op kleur, ging hij knipsels maken. Heel beroemd zijn deze, daar gaan we ook een beetje mee werken. Je ziet hier, ik heb ook allemaal voorbeelden gemaakt van die organische vormen. Hè? Net uitgelegd van organisch. Dan ging hij allemaal gekke kwalachtige, bladerachtige vormen knipte hij. En dan zat hij vanuit zijn rolstoel en soms zelfs vanuit zijn bed met een lange aanwijsstok. Zei hij van daar moet dat, daar moet dat. Daar had hij assistentes voor en die plakten het op de plek zelf. En om dan een beetje beeld te geven hoe groot dat is, zie je hier. Dat zijn waanzinnig grote werken geweest. Dat deed hij dan vanuit zijn rolstoel of vanuit bed. Dan liet die anderen het maken. Dat zijn dus de knipsels. Dat noemen ze het fauvisme, deze stroming. En hij was daar degene mee die daarmee begon. En wij hebben er een hele mooie inspiratiebron aan. Waar we heel veel leuke dingen kunnen doen met kinderworkshops. Voor kinderen die het lastig vinden om organische vormen te knippen. Dit deed hij ook. Gewoon hele eenvoudige vormen. Dan krijg je een hele mooie compositie. Om ook weer even een beeld te geven. Ook weer zo'n waanzinnig groot werk. Nou ja, deze is ook, ik denk, bijna wel het meest bekende van hem geworden. Die is op posters afgedrukt en dergelijke. Maar ook gewoon weer een knipsel. Vanochtend zei mijn man nog, weet je, ik ben 60. En nu hoor ik dus vandaag voor het eerst dat het een knipsel is en niet een... Ik dacht altijd dat het geschilderd was. Want het was toch een schilder? Hij is ook bekend als schilder, maar hij was met knipsels op zijn laatste jaren bezig. En wat is dat? Wat is dat? Dat is een meneer op zijn brood met een kaktus. Okay. En een regenboogzoon. Ja. Met een spinnetje. En wat heb jij gemaakt? En op zijn zuig. Materiaal, daar zorg jij voor. En duurzaamheid is een belangrijk aspect daarvan. Ja, dat klopt. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk materiaal te gebruiken wat er al is of wat over is. Als je aan mensen vraagt van, goh, heb je nog een knopendoos, heb je nog oude kettingen, heb je nog molletjes en heb je nog stofjes liggen? Vrijwel iedereen heeft dat soort dingen over. En mensen vinden het dan fijn als het ergens gedoneerd kan worden op een plek waar er ook wat mee gedaan wordt. En dat doen wij hier inderdaad. Maar het kunnen ook restpartijen zijn van winkels. We hebben bijvoorbeeld op het moment dat de meubelstoffeerderij in Bennekom stopte, hebben we heel veel stalen boeken cadeau gekregen. Nou, anders waren ze misschien in een container beland. Voor ons is dat heel waardevol materiaal waar we heel veel mee kunnen doen. Dus op die manier, we verzamelen yoghurtemmertjes, flessendoppen, van alles en nog wat. Dus binnenkort gaan we een workshop doen dat heet Duik in je plastic soep. Dus dan gaan we op basis van yoghurtemmertjes en doppen en andere gekke materialen gaan we emmers maken. We hebben hem al omgedoopt tot Fred Emmer. Dus iedereen gaat hier zijn eigen Fred Emmer maken die dag. Nou, hoe leuk is het? En dat geeft dan ook aan kinderen mee. Ga eens kijken thuis. Wat ligt er in de keukenla? Wat zijn er voor rommeltjes? Wat heb je over? Kijk daarnaar en kijk of je het kan gebruiken om iets leuks mee te maken. Je gaat door tot 28 augustus. Ja. Dus nog 2 weken te gaan. Ja. Welke workshops zijn er in die periode nog? Nou, we gaan sowieso nog een keer, dat is aanstaande zaterdag, schilderen achter een schilderezel. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat noemen we altijd place du tetre. We gaan nog een keer op de LP schilderen. We gaan zowel Mondriaan nog een keer doen als het vrij werken op de LP. We gaan ook de workshop van Steven Daniel Lazurescu nog een keer doen, omdat hij zo succesvol was. En verder zijn het wat verrassingsworkshops, maar alles staat op de site www.dekunstfactorij.nl. Mensen kunnen zich inschrijven. Dat gaat puur om de registratie voor ons, zodat we een idee hebben hoeveel mensen er komen. Want alle workshops zijn gratis. En op zaterdag hebben we altijd vrije inloop tussen 11 en 3. Dus dan kan iedereen gewoon meedoen. U heeft gekeken naar Mooizo, het programma over kunst en cultuur in onze regio. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@xon.nu. De volgende uitzending van Mooizo kunt u verwachten vanaf maandag 30 augustus. Kijkt u dan ook weer?